De Wandelaar. Fotoroman met brieven. Brieven aan Matthias. 16 oktober 2012. Lieve Matthias, hoe traag de inkt over mijn briefpapier vloeit, hoe verder wij van elkaar verwijderd zijn. Een bezoek aan jou doorbrak de stilte en gaf me de voorbije week de energie om een deur achter mij te sluiten. Er blies een nieuwe westenwind die een loopje nam met mijn verwachtingen. Op het moment dat ik deze brief schrijf, is iedere glimp van vertwijfeling op mijn voorhoofd weggetrokken en laat een klein lichtje branden. Je hebt niet gelogen. Rennes is een prachtige stad. De aanzichtkaart leunt tegen de cactusplant. Een impulsieve aankoop die ik vorig jaar deed onder het motto van meer groen in huis. Net zoals die verlepte vetplanten op mijn boekenplank, waar de jongste tijd frisse scheutjes uitschieten. Dat doet me eraan denken haar nog wat water te geven. Vetplanten mogen geen water, concludeerde ik een tijdje geleden, toen ik na een weekend de dode bladeren van een troosteloze op het gesplinterd parket zag liggen. Met het koufront in aantocht weten pantoffels en kersenpit goede raad. De muren hier en daar veranderen niet. Enkel de kleuren worden valer door het licht dat de knussere plek creëert op de middag wanneer de zon het hoogste staat. Bruin inpakpapier en een verfrommelde envelop vullen de prullenmand met warme herinneringen. Zo was dit jaar weer anders dan andere. Mijn impulsiviteit bracht me dit jaar in Rennes, de eigenwijze Bretonse stad. Het heeft iets weg van Brussel en Vlaanderen. De gelijkaardige contrasten tussen oude, hoge, grijze, ooit florerende woontorens die getuigden van een nieuwe stad en het centrum dat een bokrijk, een plaatje gestolen uit de set van een Duitse romantische film is. De stad heeft ook haar eigen habitat, voor studenten die een amalgaan aan verschillende nationaliteiten aantrekt en afstoot, waar jij je weg doorbaant. Chapeau. En als pluim op die hoed doe je geweldige, leerrijke ervaring tussen interessante mensen, wat me eerlijk gezegd een beetje jaloers maakt. De eerste avond nog onwennig in een kamer van ruw geschat 4 op 10 meter met 40 man op één gestalt die maar liefst 10 verschillende talen spreken, ervoer ik als een claustrofobische shock, die mijn nieuwsgierigheid als bloed doorheen mijn aderen stuwde, prikkelde. Ik waande me als een kind in een speelgoedwinkel. Mijn ogen opengesperd door verwondering en tegelijkertijd vermoeid door al die nieuwe prikkels. Mijn oren tuitend van de cacophonie die honsde doorheen de woons van de studenten. Alles proeft vreemd in het buitenland en Rennes vormde daarop geen uitzondering. De avond eindigde met een spannende inbraak waarvan ik mijn eigen grenzen aftastte. Iedere stap die ik neem is onvoorspelbaar, wat mijn focus houdt op de bestemming. Als ik nu aan Rennes denk, dan zie ik je doorheen de nauwe straatjes van de gezellige binnenstad flaneren, langs de verschillende cafeetjes. Op zoek naar de roes van een nacht vol drank en nieuwe nog te ontdekken dingen. Rue de la Soif, voor als je echt dorstig bent. De drank heelt ook bittere wonden en doet vergeten. Vorige week zat ik in de Hotsi Totsi, een oud artiestencafé vlak om de hoek waar ik woon in Gent, met een glas Oban en een praatzieke links-idealistische Antwerpenaar die woorden uitbraakte waarvan ze amper tot mijn inzicht kwamen door de roes van drank en de jazzmuziek die op de achtergrond de hele ruimte vulde met melodieuze Zuiderse klanken. Dat mijn afwezigheid hem niet opviel, lijkt me te verklaren door zijn nogal zelfingenomenheid en het felle licht van een peertje dat signalen uitzond, die mij meer en meer interesseerde dan zijn geblaad dat opging in het groezemoes van het café. Geloof me, er is waar je niet wilt zijn. Een paar dagen daarvoor verkeerde ik nog in het aangename gezelschap van onze vriend Mathieu, die nood had aan troost. Mijn aanwezigheid, ondanks de weinige woorden die ik toen zei, waren oprechter geweest dan de vriendelijke ontmoeting met de Antwerpenaar. Weemoedigheid is iets dat samenvalt met deze tijd van het jaar, en jouw afwezigheid maakt er niet beter op. Weggaan, reizen moet ik doen om al die dingen achter mij te laten. Zo nam ik deze week de trein met bestemming Charleroi, de schimmenstad die de Belgische glorie uitademt en tegelijkertijd stinkt in de dampende hassen die opstijgen uit de kraters langs de Sambre. Charleroi is als een fruitsla, een macedoine aan beelden die mijn kijk op de stad bevestigde en tegelijkertijd omkrachtte. Ze is mooi omdat ze geschiedenis uitstraalt,
Ze is lelijk, omdat het verleden reeds lang in verval is. Ik ben verliefd op haar lelijkheid en haar aantrekkingskracht is sterk, waardoor ik me geneigd voel om nogmaals te proeven. Verhalen heb ik nog niet. Die tracht ik de komende weken te zoeken. Toen ik zondag in de kerk zat te luisteren naar het orakel van meneer pastoor, dacht ik aan mijn grootvader. Zou hij trots geweest zijn op zijn kleinzoon die naar de academie gaat? Ik heb hem nooit gekend toen hij nog helder bij geest was. Hierdoor weet ik niet of ik hem moet missen. Want iets dat je nooit hebt gehad, kan je toch niet missen? Of vergis ik me daarin? Twijfels doen mijn voorhoofd rimpelen als het wateroppervlak waarover de wind danst. Een antwoord zoek ik, waardoor ik de deur achter mij sluit om nieuwe horizonten te ontdekken. Veel liefs, Thijs.